Ja, koud, maar wel lekker. Het is koud en heel lekker. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Gezellig druk op de kerstmarkt. Ja, zeker Roel. We treffen het met weer, dat is altijd afwachten. Hè. Als het gemiezerd had met deze kou, dan denk ik niet dat we zoveel mensen op de been hadden gekregen. Het is wel koud, maar wel lekker. Het is koud en heel lekker. Een vuurkorfje hier en daar. Lekker plaatjes om te verwarmen. En als je wil een glaasje glühwein. Of je kunt café even in voor een lekker bakje koffie. Een kraampje met koffie. Nee, genoeg dingen die hartverwarmend zijn. Kun je iets vertellen over de organisatie? De organisatie die wordt verzorgd door op Liemt Gemunt, een onderdeel van het wijgevoel van Spil. En de kerstmarkt werd altijd gebruikt om het bedrag bekend te maken van de gespaarde muntjes, wat weer ten goede komt aan de verenigingen. En dit keer hebben we er een bingo-actie bij gehad. Nou, dat heeft echt enorm gelopen, niet normaal. 2500 kaarten ingeleverd. Het duurde best lang voordat je een kaart vol had. En dan toch nog 2500 kaarten waaruit prijzen getrokken konden worden vanavond. Nou, dat was echt, daar waren we echt vol van allemaal. Maar er waren zelfs in Liems valse bingo's. Ja, mensen die nog niet zo goed konden tellen. Ja, inderdaad, die waren er ook nog. 170, ja, we hebben ze allemaal één voor één beoordeeld of dat allemaal klopte. Eerlijke wedstrijd, maar daar houden we van. Hebben we nog ballen? Nee, ze zijn nog niet los. Dus zo. Zullen jullie nog willen? Nee. Zijn ze lekker? Ja, heel lekker. Wil je er eentje proeven? Bijna uitgekocht. Ja, ik wil er een proeven. Oké, okay, dan willen wij er even een voor jou maken. Lekker. Ja, dat hoop ik. Maar zie je. Ziet er heerlijk uit. Lekker warm? Ja, lekker warm. Stoom komt er vanaf. Stoom komt er vanaf. Ja, oké, dat is... Dankjewel. Eindelijk weer een normale kripkesroute. Gelukkig wel, jazeker. Eindelijk weer een normale, nadat we na één jaar afwezig geweest zijn, hebben we een kleinere editie gehad. En dit jaar hebben we gewoon weer een leuke, een volle editie waar iedereen weer met elkaar rond kan lopen en een leuke route kan lopen. En een speciale, heb ik net gehoord. Jazeker, de 10e editie. We zijn 11e jaar dat we het organiseren. Eén keer is niet geweest, in ieder geval met corona. En dit jaar de 10e editie die plaatsvindt, jazeker. Ja. Wat was het verschil met de eerste en de 10e? Ervaring, maar veel meer deelnemers. Ja, een volle route. Veel meer kerststallen. Veel meer kerststallen. Daarbij komt dat we dit jaar ook een aanpak anders hebben gedaan. Een compleet nieuwe vormgeving van de route gemaakt. Dat snap ik niet. Nou, elk jaar hebben we een folder die we uitbrengen. Zowel digitaal als een papieren folder. En die papieren folder hebben we dit jaar volledig opnieuw ingedeeld. We hebben de route opnieuw ingetekend. Een andere opzet. Een heus logo hebben we eraan gemaakt. Dus... ja, we vonden voor de 10e editie vonden het wel waard om daar meer aandacht aan te besteden. En er komen ook mensen van buiten Liemde? Jazeker. Heen en verder. Maar waar precies, dat is altijd voor ons een verrassing. Je moet altijd zeggen van Amsterdam. Jazeker. Den Helder. Ja, oké, ja, dat Terneuzen, ja, hoorde ik net. Ja, dat zou zo kunnen. Ja, klopt. Ja, nee, daar verbaasden we ons zelf ook altijd over. En is ook een treintje? Dit jaar weer, ja. 3 jaar afwezig geweest volgens mij, maar dit jaar rijdt hij weer.
Uiteraard op gezette dagen. Daar is een planning voor die je inderdaad als folder kunt zien. Ook op onze website kunt bekijken. En wat zijn gezette dagen? Het zijn natuurlijk wel de dagen die drukker zijn. Dus inderdaad de kerstdagen. We hebben ook een speciale avondkripje bij Night, zoals dat mooi heet. De exacte data weet ik even niet in mijn hoofd. Maar, kunnen ze vinden op de website? Jazeker. Ja. En de kaartjes kunnen hier bij de lokale ondernemers, bij de horeca kunnen die gekocht worden. En, mensen moeten opschieten, denk ik. Zeker weten. Hartstikke druk. Ja. Ja, gezellig. Lekker in de kou hier. Ja, het, is, wij, het valt nog mee. Begonnen, dus, wij zijn pas om 6 uur begonnen, dus dat scheelt. Kunnen jullie iets vertellen over de zonnebloem? Nou ja, de zonnebloem dus is voor de vrijwilligers, die zetten dreigen heel erg in voor de oudere mensen van Liemt. En dat zijn vooral dus mensen dus die lichtelijk gehandicapt zijn of die eenzaam zijn. En dan organiseren wij per jaar ongeveer 10 à 12 activiteiten. En als ze niet zelf kunnen komen, dan worden ze dus door ons opgehaald en weer naar thuis gebracht. En de kosten vallen ook allemaal mee, dat is ook allemaal niet zo duur. En we proberen zo die mensen toch te vermaken met alles. En activiteiten, wat moet ik dan aan denken? Een zonnebloemmiddag, uitstapje naar Maria, knutselen, een voorjaarsactiviteit, een herfstactiviteit, kerstviering. Allerlei dingen voor ieder wat wil. Nee, hier staan alleen nog vier vrijers. Volgend jaar weer, hè? Ja, natuurlijk, volgend jaar weer. Daar mogen we niet overslaan. En hopelijk kan het volgend jaar weer, want we zijn 2 jaar afwezig geweest. Net als zoveel evenementen. Maar we hebben er nou wel weer zin in om het volgend jaar weer te gaan regelen. We zien elkaar volgend jaar. Tot volgend jaar.